Ik sta hier bij het Gem Culture spel, wat een echt bordspel is met pionnen en kaarten en spelregels. En dat hebben we gemaakt omdat we hebben gemerkt dat in organisaties waar we meer diversiteit willen en eigenlijk ook meer inclusie, ja, de vraag is hoe moet dat dan? Nou, en een van de middelen om dat te doen is het goede gesprek met elkaar aangaan en juist in die gesprekken de spanning ingaan. Nou, omdat dat best wel lastig is, hebben we een bordspel gemaakt met pionnen en een spelregelboekje waarin alles in staat en je gewoon aan de slag kan. En met kanskaarten. En de kanskaart is de dobbelsteen. En dat betekent dat je daarop leest hoeveel stappen je mag zetten. En ik kan vast verklappen dat het niet altijd eerlijke kansen zijn. En dan heb je meteen het gesprek over de vraag hoe eerlijk zijn ieders kansen in het leven. Nou, verder hebben we allerlei vraagkaarten, reflectievragen, stel dat vragen, kennisvragen. Die zijn opgedeeld in de categorieën waarheid, macht, onderscheid, vertrouwen en lef. En dat correspondeert weer met de hoofdstukken in het boek Gem Cultures. Dus het spel is als een jam-sessie, waarin we eigenlijk vragen, zullen we oprecht op tafel leggen wat ons bezighoudt? En als we dat allemaal doen met de bereidheid werkelijk geraakt te worden door wat de ander zegt, misschien zelfs onze mening bij te stellen, dan denk ik dat we samen stappen kunnen maken naar meer diversiteit en nog meer inclusie.